Goedemiddag allemaal, welkom bij alweer onze vierde arbeidsmarktupdate, week 19. We hebben de data tot en met afgelopen zondag geanalyseerd en vandaag nemen we jullie weer graag mee op die huidige stand van zaken op de Nederlandse arbeidsmarkt. Mijn naam is Geert-Jan Baasdorp, ik ben de oprichter van Intelligence Group. En ik doe dit vandaag samen met Juri Renkema, sales consultant bij Jobdigger, en Dirk Meeuwis, partner Onrecruit. Ik zal het hebben over de ontwikkelingen, want we gaan het vandaag hebben met elkaar over de regionale ontwikkelingen. Daar duik ik wat dieper op in, kijken wat daar speelt op de arbeidsmarkt. Daarna geef ik het stokje over aan Juri. Die zoomt in met name op vraagontwikkelingen. Tot op stadsniveau wat daar speelt, wat de vraag is en wat die vraag doet. Waarna Dirk het stokje overneemt en kijkt naar alles wat er gebeurt in het aanbod van vragen. Met name al het aanbod, dus praat je over werkzoekenden online, wat voor gedrag die vertonen. En dat belooft zeer boeiend weer te worden. We stellen op prijs als je contact met ons zoekt. Dat kan via onze QR-codes, als je die scant met je telefoon. Dan openen onze LinkedIn profielen en altijd leuk om jullie reacties te horen en opmerkingen, suggesties en natuurlijk om gewoon met elkaar te connecten. Deze week duiken we in die regionale arbeidsmarkten. Volgende week gaan we naar de komende nieuwe cijfers ook van het 's ochtends van het CBS en het UWV naar buiten. Die geven de eerste indicaties van hoe die werkloosheid zich gaat ontwikkelen. Die hebben de gemiddelde cijfers van april. Dat is, de brede verwachting is dat die werkloosheid sterk zal stijgen. Zal rond de 75.000 zijn, is onze inschatting. Hè? Maar dat zullen we volgende week dus echt horen. Maar we gaan wel voorsorteren op die sterke stijging van werklozen. En wij gaan met elkaar hebben een presentatie gemaakt. Wederom met actuele arbeidsmarktdata over hoe we die 200.000 werklozen, hoe we die naar een nieuwe baan zouden kunnen brengen met behulp van arbeidsmarktdata. Weken na, weken niet. Het is hemelvaart, maar in week 22 zijn we weer terug met kansen en groeimarkten. Denk dan bijvoorbeeld aan welke sectoren laten groei zien, welke beroepen laten groei zien. Dus waar liggen die kansen op die arbeidsmarkt? En die weken na gaan we het hebben over de arbeidsmarkt in transitie, want dat zal je straks ook wel zien met de cijfers van mij, Juri en van Dirk. Maar er gebeurt iets op die arbeidsmarkt wat we nog niet eerder hebben gezien. Maar eerst de update. En in zoverre wel positief nieuws, want klein lichtpuntje. Laten we geen misverstand over bestaan. Het is min 25% op die arbeidsmarkt. Sinds dat de intelligente lockdown plaats heeft gevonden in week 12, is die markt eigenlijk in één keer met 25% gedaald. Dus 25% minder nieuwe vacatures. En als je daarna goed kijkt, zie je dat beweegt wat, blijft daar een beetje op hangen. Even echt een tik gehad in week 16, maar de afgelopen twee weken zien we vooral hele positieve cijfers. He, vanaf het begin van het jaar, bureaus die een klap krijgen, bureaus, werkgevers, nog veel grotere klap in de totale markt met een derde afgenomen. He, dat vergelijken we echt met week 2. Sinds de crisis zien we een kwart eraf, waarin werkgevers een dubbele krimp hebben dan de bureaus. Interessant. Hè? Die bureaus zijn echt die buffer, die flexbuffer. Zorg ook voor die wendbaarheid die we hebben op die Nederlandse arbeidsmarkt. En in die laatste week, en dan kijk ik even week 18 op 17, dan zie ik overal plusjes. En gelukkig zagen we dat die weken voor ook al. Dus je zit eigenlijk twee weken met een plus. Ik kan ook zeggen, ja, week 16 was echt lager dan die weken ervoor. Ik heb vandaag echt wel voor gekozen om even naar het positieve te kijken. Ondanks het totale beeld natuurlijk niet per definitie rooskleurig is. Eén ander positief punt is, er zijn meer dan 50.000 nieuwe unieke online vacatures geplaatst in de afgelopen weken. 50.000, dat is gewoon heel erg veel. Dus in absolute termen hebben we nog steeds een zeer dynamische arbeidsmarkt. Nou, hier zie je hoe die dat eigenlijk zich ontwikkelt. Hier zie je de daling in het aantal vacatures. Dit is een week, de eerste week na de crisis. Dus een klap met 15% omlaag bij bureaus. En bij de werkgevers ligt dat rond tussen de 32 en 33%.
Die zie je dan wel dalen, maar met name in de laatste weken blijft dat gelijk. En hier een lichte curving. Je moet hem ook willen zien en ik wil hem graag zien vandaag. Het goede nieuws. Zonnetje buiten ziet er goed uit. Dus. Bij bureaus zie je dat die curve ook echt naar boven is. We hebben niet echt een seizoenscorrectie gedaan. Dat heeft tot op heden niet heel veel extra duiding gegeven aan de cijfers. Maar natuurlijk is het zo dat we op dit moment meer vacatures meten dan de weken ervoor. Bijvoorbeeld in het onderwijs, maar ook in het seizoenswerk bij landbouw en tuinbouw. Dus dat maakt ook dat er wat bewogen wordt. Er zijn meer aanwijzingen dat er wel een goede, dat er dynamiek, extra dynamiek is gekomen in die arbeidsmarkt. Maar daar eindig ik op. Nu wil ik graag duiken in de regionale verschillen. En in de regionale verschillen zie je eigenlijk dat de provincie Zeeland het hardste krimpt. Met ruim, nou, laten we zeggen, 31% krimp. De provincie met de minste krimp, maar nog steeds krimp, is Zuid-Holland. Met zo'n beetje 22% krimp. Dat is duidelijk minder. Maar als je 12 provincies hebt en over een periode van, in dit geval, 7 weken data. En je hebt daarin een variatie van 9 procentpunten. Dan kun je eigenlijk zien dat er zijn regionale verschillen. Maar de regionale verschillen zijn niet zo groot. Als je ze dan toch wil zoeken, dan zie ik vooral dat Zuid-Holland, Noord-Brabant en Utrecht. 3 provincies die dicht tegen die Randstad zijn of steeds vaker tot de Randstad behoren. Dat daar de krimp het laagst is. Maar dat geldt natuurlijk, gaat niet helemaal op, want Noord-Holland zou er normaal gesproken ook bij horen. Dat kan betrekking hebben op het feit dat met name de krimp het hardste is in die mbo-vacatures. En die zie je toch vaker wat meer in de provincie terugkomen, terwijl in de Randstad net relatief wat vaker hoger opgeleide zitten. Dat gezegd hebbende, is er ook een tegenargument. En je zegt, ja, wacht eens even, in de Randstad zitten ook veel meer studenten. En die worden natuurlijk nu ook bovengemiddeld geraakt door de crisis. Dus, maar kortom, het ligt ergens tussen de 20, zeg maar, tussen de 22 en 31% de krimp. Dus iedereen wordt hard geraakt. Vervolgens zijn we nog een stapje dieper gegaan en hebben gekeken naar, ja, is er ook een verschil in krimp tussen als je naar werkgevers kijkt in een provincie en naar bureaus kijkt in de provincie. En dan kijk ik eerst even naar de werkgevers en de krimp die werkgevers hebben laten zien sinds de crisis. En dan zie je dat met name in Utrecht de klap het hardst is, provincie Utrecht. Praat je, nou, dat is gemakshalve bijna een halvering. Je zit hier natuurlijk op 44%, maar het is bijna een halvering. De provincie waar werkgevers het meeste, minste vacatures, nieuwe vacatures online hebben gezegd. Een beetje een rare zinsconstructie, maar jullie begrijpen hopelijk wat ik bedoel. Tegelijkertijd, als je gewoon de hele linie doortrekt, dan is Zeeland daarin opvallend. Zeeland was de hardste krimper, maar bij werkgevers, relatief gezien, het minste gekrompen. Maar goed, dan ligt het nog steeds, net zoals met Friesland, rond de 33% en de hardste krimp is 44%. Dus al die werkgevers en al die provincies hebben echt een duikvlucht gemaakt. Vonden we het interessant om te kijken hoe die krimp is van werkgevers als je dat nou vergelijkt met 2019. Hoe zit het dan? En wat je hier vooral ziet, is dat, ook als je het wil zien, in Zuid-Holland, Noord-Holland, Noord-Brabant, ook Zeeland en Groningen en Overijssel, dat met name de grijze lijn, die is dieper dan de rode. Anders gezegd, de coronacrisis is eigenlijk een versneller geweest in die provincies van de krimp die er was in die markt. Waar de krimp eigenlijk al eerder gaande was in die markt, was Utrecht, Limburg, waar je ziet dat de rode balk ofwel heel diep was, of groter was dan de grijze balk. Dus in die provincies was al eerder sprake van, ja, een terugtrekkende beweging op de arbeidsmarkt en minder vraag vanuit de werkgeverskant. Nou, als je daar de bureaus tegenaan zet, dan zie je wel een groot contrast. Kijk maar. Dus hup, ik heb ze allebei in laten staan. Ik heb ze wat lichter gemaakt en dan zie je dat, ja, de klap veel minder groot is bij de bureaus. Maar de klap is er wel. En daarin valt weer op dat met name, hier kijk je bijvoorbeeld weer naar de verhouding, de krimp die ingezet was al in 2019 versus door de crisis.
dat waar de zwarte balk gelijk of groter is dan de rode, zie je eigenlijk dat er al die neergaande beweging ingezet was. En dan zie je dus dat weer bij de Randstad, Zuid-Holland, Noord-Holland, Noord-Brabant, tel ik Maxhalve tegenwoordig bij de Randstad, en ik mis er eentje, Utrecht, hier, dat daar de rode balk eigenlijk duidelijk groter is dan de zwarte. Dus de Randstad lijkt met name, die bureaus lijken daar met name wat sneller in een door de crisis versneld te krimpen. En dat was nog niet ingezet, of zo sterk ingezet van voor de crisis, wat we in de andere provincies meer zijn. Weet je, het is niet helemaal zwart-wit wat ik zeg, maar je probeert iets van een trend eruit te pakken. En dan zie je toch wel dat tussen provincie en de Randstad, dat er verschillen zijn. Vervolgens, en daar gaat Joeri straks nog meer over vertellen, als je vervolgens induikt, inzoomt op verschillende steden, ja, dan zie je interessante ontwikkelingen. Bij het Amsterdam was al langer de daling gaande. Die zie je eigenlijk heel duidelijk bewegen. En wat hier interessant is, is dat eigenlijk de klap een week eerder was dan de intelligente lockdown. En dat kan ik ook wel verklaren. Amsterdam, internationale stad. De toeristen waren echt al weg, bijvoorbeeld uit China, al in de weken voorgaande de intelligente lockdown. Dus die stad voelde al dat er iets aan de hand was en dat zien we terug in deze beweging. Goed nieuws, kijk eens wat voor herstel we zien in de laatste 2 weken. Dus daar is perspectief. Rotterdam, het mooie groen van Rotterdam. Daar zien we dat die intelligente lockdown, die heeft een tik uitgedeeld. Maar we hebben eigenlijk heel snel, heeft Rotterdam, ja, bijna gezegd, de mouwen opgestroopt. En licht herstel laten zien. Met ook een versnelling in de laatste 2 weken. Dus tik, maar snel herstel. Utrecht, ook een tik. Hier weer intelligente lockdown. En die volgen net iets meer het profiel, zie je dat? Wat Amsterdam heeft, met op dit moment gewoon net iets minder vacatures dan aan het begin van het jaar, maar stevig herstel. En Eindhoven heb ik ook voor de aardigheid erbij gezet. En ik had er veel meer steden bij kunnen zetten. En Eindhoven vind ik eigenlijk over de hele periode wel heel erg stabiel. Dan kun je bijna een rechte lijn doorheen trekken. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, maar heeft hier ook echt wel een tik gehad. Die week 16 is een hele bijzondere scheidslijn geweest. Daar is echt iets even aan de hand. Misschien verwachtte daar ook de markt, hey, we blijven langer in de lockdown zitten. Dus we trekken toch die vacatures weg. Terwijl eigenlijk gaandeweg de afgelopen 2 weken duidelijk zicht was op dat het beter zou gaan. En dat die arbeidsmarkt daarop aan het reageren is. Dus dat is leuk. Ik hoop dat daar straks Dirk ook nog iets over kan zeggen. En Eindhoven, nou, Eindhoven zou je ook eigenlijk moeten analyseren, denk ik, als een groot Eindhoven. Kijk maar naar Veldhoven, waar ASML zit. De DAF-fabrieken, Helmond, alles wat in het grote Eindhovense zit. En hier hebben we wel even ingezoomd op de standplaats Eindhoven. Dat betekent vacatures die ook echt zijn voor bedrijven in Eindhoven. Of werkzaamheden in Eindhoven. Kortom, ik heb het gewoon ook graag willen zien. Positief nieuws. Realiteit is natuurlijk, die markt heeft gewoon een dreun gehad. Maar er lijkt perspectief te zien. Er is echt een knik in de afgelopen 2 weken. En misschien was dat een voorsortering op eigenlijk het goede nieuws wat we natuurlijk gisteren hebben gehoord. Deze cijfers waren tot en met zondag. Rutte heeft woensdag gesproken. Dus heel nieuwsgierig hoe dat er volgende week uitziet. Een andere verandering in die markt was ook wel degelijk dat je merkt dat de paniekreactie die we 7, 8 weken geleden zagen, hiring freezes, je proeft nu al dat werkgevers die aan het loslaten zijn. En realiteit is ook gewoon, die arbeidsmarkt is zeer krap. Nee, was extreem krap. Ja, en er is nog steeds schaars. Hè? Die extreme krapte, die is niet opgelost. We bewegen wel richting een werkgeversmarkt. Maar er is nog in veel deelgebieden van die arbeidsmarkt veel krapte. IT, data, onderwijs. En dat lijstje is lang. En laten we ook nog wezen, en volgende week zal dat beeld veranderen. Maar het officiële werkloosheidscijfers ligt vandaag nog op 273.000. Dat is zeg maar, ja, all-time low. Het ontbreken van dat slechte nieuws is ook wel pijnlijk, hè, want de economie is al 2 maanden verder dan dat CBS nu cijfers heeft.
Maar het ontbreken van slecht nieuws maakt natuurlijk ook dat we een iets makkelijker in een wat positievere mindset met elkaar zitten. Gelukkig zou ik willen zeggen. Tegelijkertijd is dat ook wel een. Zien we ook die veerkracht. Er zit veerkracht op heel veel manieren in die markt. En een van de belangrijkste redenen is dat bureaus daar in een hele belangrijke rol spelen om arbeid van de ene naar de andere sector te bewegen. Dat is om de klap te dempen, tegelijkertijd om op te schalen als we dadelijk moeten bijschalen. En belangrijk, is echt dat of je nou een gemeentelijke overheid bent, regionale speler, uitzendbureau met een regionaal accent. Als jij leeft van een regionale arbeidsmarkt of je wil werkgevers bijvoorbeeld helpen om straks goed op te starten in zo'n lokale arbeidsmarkt, dan is het belangrijk om up-to-date cijfers te hebben. Dat je weet wie waar nodig is. Of om bijvoorbeeld scholieren en studenten te helpen naar plekken op de arbeidsmarkt waar arbeid is. Voor zover een inzage in die regionale arbeidsmarkt, die is altijd heel complex. Die is ook heel complex om te analyseren, omdat er heel veel te zeggen is. Als je erin duikt, ik kan makkelijker een uur over Eindhoven praten dan een half uur over alle provincies. Als je erin duikt, dan is er meer. En ik ben ervan overtuigd dat Jury ons daar een stukje van laat zien. De floor is yours, Jury. Hoi, inderdaad. Ik ga induiken in de vraagkant van de arbeidsmarkt. Dus wat wordt op dit moment gevraagd per regio? Want natuurlijk is het thema de provincies. Als het goed is, kunnen jullie mijn scherm zien. Laten we maar meteen beginnen. Wat zijn nou de cijfers van de afgelopen 10 weken? Onderhand zitten we al wel weer een tijdje in deze crisis natuurlijk. Dus we gaan kijken naar de provincies en waar dan de vraag naar arbeid het hoogst is over de afgelopen 10 weken gebaseerd. Dan zien we eigenlijk dat de Randstad echt domineert. Dat is niet anders dan normaal gesproken natuurlijk. Zuid-Holland, Noord-Holland, gevolgd door Noord-Brabant. En op nummer 4 hebben we Utrecht en op 5 is Gelderland. Dus dat zijn de 5 provincies waar op dit moment de grootste vraag naar personeel uitstaat. Als we gaan kijken naar de standplaatsen, dus dan echt de standplaatsen van de vacature. Dus in welke plaatsen in Nederland wordt nou het meest gevraagd naar arbeid op dit moment? Dan zien we op nummer 1 Amsterdam, misschien niet heel gek. Gevolgd door Utrecht en vervolgens Rotterdam, 4 Den Haag. Dus dat is echt, zijn natuurlijk ook wel de grotere steden van Nederland. Als niet de grootste, volgens mij Utrecht is net top 5. Maar op nummer 5 Eindhoven. Dat is natuurlijk, dat heeft Geert-Jan net ook gemeld. Dat is gewoon, ja, dat is ook het hart van de ASML en de grotere bedrijven natuurlijk. Goed, als we nou kijken welke functies het meeste worden gevraagd, dan zien we nog steeds met kop en schouders de verkoopmedewerker als meest gevraagde functie op dit moment. Gevolgd door de verpleegkundige, verzorgende IG. Dus dan heb je met 2 van de 3 in de top 3 meest gevraagde functies op dit moment, heb je toch wel echt die zorg nog steeds te pakken. Ja, dan zien we eigenlijk nog steeds wel dat er gewoon echt nog krapte is op de arbeidsmarkt, met name in de zorg. Dus die vraag die is er gewoon nog steeds en die is groot. Dan zien we op 4 leerkracht. Natuurlijk, het is ook wel een beetje het seizoen op dit moment van werving in het onderwijs. En op nummer 5 account manager. Dus dan heb je met nummer 1 en nummer 5 heb je een beetje de verkoop, B2B, B2C. Zulke soort functies in deze trend. Nou goed, dan wil ik even eigenlijk in het dashboard gaan duiken en een aantal steden gaan toelichten van welke vraag er nou op dit moment staat in een aantal steden. En dan wil ik beginnen met Amsterdam. We pakken even een schaal van 20 kilometer zoiets. Dan hebben we wel echt Amsterdam te pakken en een beetje de regio eromheen. Dan wil ik eigenlijk alleen vacatures laten zien door direct werkgevers gepubliceerd. Dus de bemiddelaars laat ik even buiten beschouwing in dit overzicht. Dan zien we, als we naar deze filterknop gaan, dan zien we dat in Amsterdam op dit moment leerkracht het meest wordt gevraagd. Gevolgd door accountmanager, verkoopmedewerker, die 2 heb ik net ook benoemd, samen met verpleegkundigen.
En daarna heb je ook weer twee functies als docenten. Dus eigenlijk is 3 van de 6, dat is echt, zit echt in het onderwijs. Oftewel, dit is de vraag, de grootste vraag die momenteel uitstaat in de regio Amsterdam. Als we dat iets breder gaan trekken, want dit is natuurlijk van de afgelopen 10 weken, als we dat willen gaan vergelijken met het afgelopen jaar, om even vanuit te gaan, dan ben ik wel benieuwd waar nou de grote verschillen liggen. Heeft ze natuurlijk wel iets meer tijd nodig om te laden. Dan zien we verkoopmedewerkers, dan zien we ook die leerkrachten, accountmanager. Eigenlijk zien we die drie ook wel vrij hoog terugkomen. Maar bijvoorbeeld zo'n bediening, die is gewoon helemaal weggevallen. Zelfstandig werkend kok is gewoon, heeft een enorme drop gemaakt waarschijnlijk. Dat is ook wel te verklaren natuurlijk, omdat de horeca gewoon stilstaat. En dan laten we nog een stad pakken. Even kijken, Rotterdam. De iets grotere steden, straal van 15 kilometer zoiets. Ik denk dat ze dan wel een mooie straal te pakken hebben. Even kijken, staat hij op 10 weken? Ja, helemaal goed. Nou, dan zien we dat eigenlijk in Rotterdam ook de leerkrachten er bovenuit steken. En de docent Nederlands. Dus het is echt onderwijs waar op dit moment gewoon veel vraag naar is. Verpleegkundigen, ook weer de zorg natuurlijk, verkoopmedewerker en accountmanager, dus die vullen de lijst een beetje aan. Je ziet hier eigenlijk ook weer 3 dingen terug, dat en het onderwijs is veel vraag naar, en ook nog steeds binnen de zorg en binnen verkoop / accountmanagement en zulke soort functies. Dus dat kom je eigenlijk ook in Rotterdam tegen. Als we gaan kijken naar Utrecht, hoe staat het er daarvoor? Dan pak ik een iets kleinere straal van 10 kilometer. Omdat je anders wel heel ver erbuiten komt. Dan zien we in één keer wel wat anders. Zien we pedagogisch medewerker, zien we de lijst aanvoeren. Ook weer gevolgd door verpleegkundigen, verkoopmedewerker, consultant, accountmanager. Dan zie je hier wel meerdere functies die ook echt in de dienstverlening zitten. Echt in de verkoop zien we hier terugkomen. En de leerkrachten die krijgen eigenlijk hier pas. Die komen echt iets later terug. Nou, dan hebben we nu wel echt een beetje Randstad steden gepakt. Dus laten we voor het idee ook nog... als we Eindhoven doen, laten we Eindhoven gaan bekijken. Kijk hoe het daarvoor staat. Laten we een straal pakken van 15 kilometer. Om in te zien wat de meest gevraagde functietitels zijn in Eindhoven, dan zien we eigenlijk toch wel technisch beroep terugkomen in de top 3, monteur. Het is natuurlijk niet vreemd, het is een beetje het technisch hart van Nederland natuurlijk. Ook een verkoopmedewerker, hulpkracht is een vrij ruim begrip natuurlijk. We kunnen even gaan scrollen wat voor beroepen voornamelijk worden gevraagd. Ja, dat zie je elektromonteur hier terugkomen. Verschil tussen beroep en functietitel is natuurlijk... functietitels is eigenlijk wat mensen er zelf aan geven. En dat valt dan eigenlijk onder een beroepsklas, onder een bepaald beroep. Nou, zullen we als laatste stad nog... Zwolle pakken, dan hebben we eigenlijk van alles wel wat gehad. Straal van 10 kilometer ongeveer. Kijken wat daar de meest gevraagde functietitels zijn. Wat we eigenlijk hier terugzien is dat het aardig wat IT-functies in terugkomen. Ten eerste, het is aardig evenredig verdeeld natuurlijk, want de verschillen zijn niet groot. Maar je ziet bijvoorbeeld wel een .NET developer, je ziet PHP developer, front-end developer, functioneel applicatiebeheer. Dus je ziet hier heel veel IT-functies terugkomen. Natuurlijk ook nog steeds die verzorgende. De accountmanagers zijn ook goed gerepresenteerd, verkoopmedewerker. Maar ik denk dat die IT-functies, dat iets wat wel opvalt. Dan wil ik nog even gaan vergelijken met hoe het over het afgelopen jaar eruit ziet in de regio Zwolle. Kijken hoe dat tegenover zichzelf verhoudt. Nou, dan wat we eigenlijk meteen zien is dat al die IT-functies hier niet echt in de
top 10, top 20 lijst terugkomen als ik het even zo globaal bekijk. Meer standaard functies zoals verkoop, medewerker, account manager, ook wel medewerker klantenservice zien we hierin terug. Maar je ziet, dat is toch wel interessant om te zien, dat je in de regio Zwolle eigenlijk een verschuiving ziet van de meer standaard massa functies naar iets specifieker de IT kant op. Dus dat zijn wel kansen en mogelijkheden als je in de regio Zwolle actief bent. Nou, deze week is mijn deel erg kort. Ik geef graag het woord aan Dirk. Dan ik ben heel erg benieuwd naar jouw verhaal. Even kijken, dan ga ik mijn scherm delen. Kunnen jullie mijn presentatie zien? Kijken of heb ik mijn... Nog niet. Nee, want hij staat nog op Jury. Hij staat nog op mijn naam. Dirk, hij staat niet op jouw naam. Yes. Is hij... gaat hij full screen? Ja, helemaal goed. Precies. Top. Nou, ik ga het dus hebben over de arbeidsmarkt vanuit kandidaatgedrag. Dus over al onze klanten meten we de websites door, waardoor we weten wat het gedrag is van kandidaten, hoe ze reageren op bepaalde situaties, in hoeverre ze bereid zijn om te solliciteren. En deze week zoomen we even wat verder in op de locaties, zeg maar, de provinciën. En dat doen we aan de hand van de stamplaats van de vacature. Nou, iets wat we gewoon de afgelopen tijd al zien, en de mensen die al vaker naar deze webinar hebben gekeken, die hebben deze boodschap al vaker gezien en gehoord. Denk aan je job alerts, want veel kandidaten reageren erop. We zien gewoon dat kandidaten steeds meer geneigd zijn tot het nemen van actie. En daar bedoel ik solliciteren of contactgegevens achterlaten. Dus het sturen van een job alert is dan een hele goede manier om binnen jouw kandidatenkring onder de aandacht te blijven. Nou, ook iets wat ik elke keer herhaal voor de mensen die al van vaker komen, is wat zou je en zou je nu moeten doen? Dus één is investeren in een database, eigenlijk een warme bak aan kandidaten waar je al tijd en moeite in hebt gestopt, die al met jou in contact zijn geweest. Dus om ze gewoon up-to-date te houden en ervoor te zorgen dat mocht je nu nog werven of op een gegeven moment weer gaan werven, dat je in ieder geval een pool aan kandidaten hebt die warm is, die je daarvoor kunt gebruiken. Wat je daarmee kan helpen is e-mail marketing. Hè? Dus zet je job alerts op, stuur nieuwsbrieven uit, geef ze wat informatie over hoe het proces eruit gaat zien. Nu en misschien na corona. Maak gebruik van je sociale kanalen, zodat je onder de aandacht van je doelgroep blijft. En blijf investeren waar kan in exposure. We zien gewoon dat de kost per klik een stuk omlaag gaat. Hè? Dus het wordt goedkoper om kandidaten vanuit de markt, vanuit bijvoorbeeld Indeed en banenzoekmachines aan te trekken. Dat komt namelijk omdat er enorm veel gesneden is in budgetten. Als je kijkt naar een aantal kandidaten die nog naar banen zoeken, is dat minder gedaald dan de budgetten zijn gedaald. Wat ervoor zorgt dat ze eigenlijk voor een lager bedrag aan te trekken zijn. En helemaal natuurlijk met de berichtgeving van gisteren van het kabinet. Dat er weer een soort van stappenplan komt om wat meer de lockdown, wat minder lockdown te maken. Ben ik heel erg benieuwd naar volgende week van wat doet het nou met kandidaten? Gaan ze juist meer solliciteren? Gaan ze weer meer naar vacatures zoeken? Kijk ik volgende week heel erg naar uit om daar op in te haken. Helemaal met het thema natuurlijk dat we de arbeidsmarkt weer in beweging gaan brengen. Is dat heel interessant om in de gaten te houden. Nou, gaan we weer wat data laten zien. Dus wat je hier ziet is in het lichtgroen de balken zijn eigenlijk de weken voor corona. In donkergroen de weken tijdens corona, moet ik zeggen. En waarvan je aan de linkerhand, zeg maar, de balken de aantal bezoekers zijn. En de rechts het aantal sollicitaties. En wat je eigenlijk ziet, is dat de eerste weken tijdens corona, dat nou, wel echt een enorme drop is eigenlijk in aantal bezoekers. Dat manifesteert zich al eigenlijk 1 week voordat de lockdown in gang is gezet. Zoals Geert-Jan al aangaf, zag je bijvoorbeeld in Amsterdam dat het al eerder gebeurde dan in andere regio's. Waarbij nadat de verlenging van lockdown tot dat het dan eigenlijk echt in elkaar keldert qua aantal bezoekers. Maar als je kijkt naar de conversieratio's, dus die oranje lijn, zie je dat enorm oplopen. Waardoor die nu op een eigenlijk voor ons all-time high zit. Als je kijkt dan naar de rechterstaaf, die gaan we naar de sollicitaties per week. Zie je nou dat rond de 8000 schommelt, dat het begin van de lockdown even terugvalt,
maar dat die eigenlijk tijdens de afgelopen weken steeds hoger wordt. Waardoor we eigenlijk zitten dat de afgelopen 3 weken qua sollicitaties, met name vorige week, het hoogste aantal sollicitaties die we hebben gemeten per week, over dus een constante groep klanten moet ik ook erbij zeggen, van afgelopen jaar. Rekening mee houden dat er minder vacatures online zijn, et cetera. Dus het is interessant om te zien dat kandidaten steeds sneller geneigd zijn om actie te nemen en dus ook meer solliciteren. Nou, jullie krijgen deze slides natuurlijk ook achteraf in de mail, maar hierbij ook nog, kan je rustig naar kijken, dat ongeveer 3 op de 10 kandidaten zijn bekende kandidaten. De conversieraties zijn hoog, maar ook de hoeveelheid secondes die kandidaten investeren in de websites gaat omhoog. Dus waarbij je het begin van het jaar dat 180, 90 seconden ziet, 1,5 minuut, gaat er nu richting de 2 minuten. Hè. Dus kandidaten spenderen steeds meer tijd op de sites, op de werken bij sites. En wat je ook nog ziet is dat kandidaten steeds langer terugkomen. Dus eerst is dat ongeveer 1 week. En nu zie je dat kandidaten tot 3 weken, in ieder geval de terugkerende bezoekers, al 3 weken bekend zijn bij en terugkeren zijn op de website. Nou, wat je hier dan ziet is dat de populairste dag eigenlijk veranderd is van naar woensdag. Eigenlijk normaal gesproken, van zover ik onderkort ziet, is altijd maandag rond de lunch is de meest populaire dag voor verkeer, voor banenzoekers. Of voor zowel attent en actief werkzoekenden. Maar eigenlijk tijdens de corona, hier zie je dat de donkergroene balken de maandagen zijn, zie je dat is verschoven naar het midden van de week. Waarbij er een enorme piek is afgelopen weekend qua conversieratio's. En dat is dus, als je dan kijkt naar de rest, dit is de periode voor corona, hè, dus als bijvoorbeeld februari tot met maart, dan zie je dat eigenlijk dat de piek veel meer rond die donkergroene balk de maandagen ligt. Nou, even speculeren, dat zou waarschijnlijk komen omdat er een, eigenlijk als je werkt is het verschil tussen werken en niet werken veel groter. Hè? Dus het weekend ben je echt helemaal vrij. Maandag ga je weer naar kantoor toe, heb je daar al je meetings, ben je aan forenzen, word je heel erg geconfronteerd met het feit dat je werkt. Nu zie je eigenlijk tijdens corona dat er een vage grens is tussen werken en niet werken. En dat het misschien gaandeweg de week zich de vraag zich oppopt van hey, moet niet toch op zoek naar een bepaalde job opportunity. Nou, we zoomen ook in op provincies. Dus hier zie je de stijging van aantal bezoekers, unieke bezoekers in de periode voor corona en de periode tijdens corona. Daarmee houden we rekening met een gelijk aantal dagen. Hè. Dus we zitten nu ongeveer, maar er zit iets meer dan 40 dagen in de coronaperiode. Dus we kijken ook naar 40 dagen daarvoor. En dan zie je voornamelijk dat er in Flevoland en Friesland een significante stijging is in bezoekers. Daar durf ik niet 100% zeker te zijn hoe betrouwbaar dat is, omdat wij een beperkt aantal klanten hebben die daar gevestigd zijn. Maar toch wil ik het even laten zien. Maar wat je voornamelijk ziet is dat er in de grote regio's, hè, dus in Utrecht, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland, best wel een grote significante daling is, bijna een kwart aan aantal unieke bezoekers. Waarbij dat Utrecht iets minder is en Zeeland iets meer. Dus dan zie je voornamelijk in dit gebied van Nederland dat er gewoon een stuk gewoon minder banenzoekers naar de werken bij sites gaan. Als je vervolgens kijkt naar de conversieratio stijging, is dat het grootste in Friesland. Dus daar solliciteren mensen veel sneller. Vervolgens Noord-Brabant, maar je ziet eigenlijk over de hele linie dat het bijna 50%, 60% sneller of eerder gesolliciteerd wordt dan voorheen. En dat zie je weer met name in Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, etc. Maar gewoon over de hele linie zie je dus dat er over het algemeen meer gesolliciteerd wordt dan daarvoorheen. Dus conversieratio omhoog met een nee, uitschieter in Drenthe, waar dat onderbij gelijk is gebleven. Nou, ik heb hier een staartje, een diagram. En ik denk dat op het moment dat je die slides ziet, dat je er even wat rustiger naar kan kijken. Wat het eigenlijk zegt is, in het rood hoeveel de conversieraties gestegen zijn. In het groen naar links betekent een daling in het verkeer. Naar rechts betekent een stijging in het verkeer. En daarmee zie je bijvoorbeeld in Zuid-Holland en in Noord-Holland dat er zowel een daling is in verkeer als een stijging conversieratio, flinke stijging. Dus
daar zie je dat er eigenlijk dus veel meer sollicitanten daardoor zijn. Waarbij, en in Flevoland zie je dat eigenlijk allebei, dat er zowel meer bezoekers zijn als in als meer als hoge conversieratio. Maar dus over de hele linie zie je dus in de grote provincies, dus dat er bijna een kwart tot een derde minder unieke bezoekers zijn op de websites, maar dat er wel veel sneller overgaan wordt tot solliciteren. En daarom kom ik ook weer bij deze punten terug. Hè. Dus investeer in je database, want kandidaten zijn bereid om te solliciteren. En er zijn eigenlijk minder, ja, dus de kandidaten die er zijn, die spenderen ook en investeren meer tijd in de werkgevers en de werkenbijsites. Zet e-mail marketing op om in contact te blijven met de kandidaten. Gebruik socials als kanalen. En helemaal nu de lockdown wat meer wordt afgebouwd, zou ik zeggen, blijf investeren in exposure. En ga vooral nu weer de markt op en die kandidaten acquireren. Aangezien we verwachten dat hopelijk dat de markt weer een stuk zal gaan aantrekken. Dus tot dusver de presentatie vanuit Onrecruit. Ik zou zeggen, fantastisch verhaal, Dirk. Jury vanzelfsprekend. Voor de mensen die denken, hey, ik mis vragen. Dat komt, we hebben hem achteraf opgenomen. Dus als je tot zover hebt gekeken, waarom staan er geen vragen van mensen? We hebben deze presentatie nog een keer moeten opnemen. Maar dat hebben we met veel plezier gedaan. We hopen jullie volgende week weer te zien. Ik zwaai naar jullie, Dirk, Jury. Ik zeg dank. En tot volgende week. Tot volgende week. Doeg. Doeg.